Die departement van basiese onderwijs het die 1+4 opleidingsproject vir wiskunde onderwijzers in werking gestel, omdat hulle glo drastische verandering is nodig om veel beter wiskunde uitslae te lever. Chris Klopper, hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwijzersunie, sê wiskunde is een groot probleem in skole. In die 2014 jaarlikse nationale assessering was die gemiddelde punt vir graad 9 was 11%. Volgens die departementse plan gaan onderwijzers wat meer as 80% behaal in een toets wat vooraf afgeleid word, onderwijzers maandag tijdens opleiding als mentors bijstaan. Onderwijzers wat niet 80% behaal na afloop van die opleiding nie, gaan verder bijgestaan word terwijl hulle klas gee. Die opleidingsproject wordt in Noordwest, die Noordkaap, die Ooskaap, die Vrystaat en Mpumalanga geïmplementeerd. Volgens Klopper is daar nog niet eers opleidingscentrums in die meeste van hierdie provincies gereel nie. En in teendeel verder, die sogenaamde opleiders wat die opleiding gaan aanbied, is ook nog niet bekend nie. So, ja, dis een lofwaardige en een prysenswaardige project, maar die praktische implementering, ek dink nie die onderwijsdepartement het klaar gedink oor dit nie. Fetsa sê, dis nie haalbaar om onderwijzers vir 'n dag uit die skool te haal nie, omdat dit tot een groot achterstand gaan lei. Klopper sê ook dit sal moeilik wees vir skole om nou hulle roosters aan te pas om aan die departement se voorstel te voldoen. En dan vir die ander 4 dae is die terugvoering wat ons kry moet skole met tussen 2 en 3 ure verleng word om dan wiskunde in te pas vir die totale skool in die res van die week. Nou dit het 'n geweldige invloed op vervoerskemas, op ouerse beplanning en ook onderwijzers se werkslading. Fetsa's en die onderwijzersunie se voorstel is dat die opleiding eerder oor vakansietye moet plaasvind. Die departement sê echter vorige pogings om dit oor naweke en in skoolvakansies in werking te stel, het misluk. Skole sal dus oor die beskikbare 4 dae in 'n week eenvoudig dubbel wiskunde periodes binnen 'n skooldag moet aanbied om die werk in te haal. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.